Dit is typisch zo'n gevalletje van ik hou vet veel van mijn werk. Maar net iets te veel. Kom op nou. Het is 2:20. Het is geklaar nu. Alsof we naar een pizza zijn. Oh, pizza? Nee, want dan was het handje in de lucht. Kom op, maar we zitten hier alsof het 6:00 is of 9:00. Kom op, klaar. Dit is een hond, als hij ergens hard aan krabt, dan krijgt hij zo'n lampenkap. Had handig geweest voor mij net, want ik heb er alweer met deze neppe nagels, waar sowieso vette bacteriën onder, als een hark eroverheen. Maakt niet uit, we blijven lachen. Je hebt een hondje. Oké, dan. Je hebt eigenlijk twee functies zo hoog gezocht. Als je ook een pak draagt, pak ze in die broeken, toch, die gaan wel. Ik heb het idee dat ik niet eens deze informatie heb gevraagd, en toch krijg ik hem. Vind je het? Oké. Hoe mooi vind je het als je iemand... Die je mond houdt? Prachtig. We gaan door. Rust nog, hè, als je nu beneden komt. Ook sowieso omdat hij wordt altijd wakker op donderdag bij mijn moeder. Die brengt hem naar school, die kleine jongen, Frankie Dean de Boef. Maar vanaf deze week is dat anders. Vanaf volgende week, vanaf dit weekend. Ik kan het vertellen tegen jullie. Wij halen morgen onze dochter op. Onze harige dochter. Oh, we zitten veel, best te veel. Lang over nagedacht, gekeken naar hoe past dat, wat zijn de taken, wat zijn de types, wat past bij ons, namen. Nou ja, het is geworden een boomer. Het is een mix met een chichu en een laatste abso. Mega cute, I know, mega, mega, mega cute. Het ging mij er vooral om dat het een gezelschapdier is. Ook een dier is die weinig, nou niet zeggen weinig onderhoud, want dat is niet waar. Deze haren blijven groeien van het beestje, maar weinig haar verliest. Ik heb al moeite als ik mijn eigen haar vind op de grond. Dan denk ik, waarom vlieg je niet zelf naar de prullenbak toe? Weet je, als je er toch uit wil vallen, doe dat dan op de juiste plekken. Maar deze hond is vooral heel erg een familiehond. Nou... Wat handig, dat zijn we al. Dus de toevoeging is gewenst. Frankie weet het niet. Hij weet het niet. Hij weet niet dat hij een zusje krijgt. Hij weet het niet. Dus we halen hem morgen op van school. En dan ziet hij het wel. Fijne dag, lieverd. Zou dit een moment zijn dat je onze dochter meeneemt naar kantoor? Of zou dit... Wat denk je zelf? Wat denk je zelf, ja hè? Heb je er zin in of wat? Jij hebt me enthousiaster gemaakt, laat ik het wel zeggen. Oh jongen, jij wordt de grootste softe grote gozer die je kent met zo'n kleine hond. Ik weet al wie zijn plekje dat wordt in de hoek van papa en Lulu. Zeker wel, zeker wel. Kom je mij nog serieus papa? Ja, tuurlijk. Ze krijgen een nieuw gezinslid, weet toch de vader van? Hé, hey, de groeten. Dag. Laatste dag. Laatste dag. Laatste dag, Lululoos. Ja, Lulu. Ik zeg nu Lulu, maar we wilden er Louis noemen. Louis. Louis, het leek ons leuk. Vonden we cute. Een meisje, Louis. Ja. Maar ik denk, dan zeg je snel Lulu, baby Lulu. Voor iedereen die geen honden heeft, die denkt echt, wat doe je als een idioot? Ik denk dat ik zo word. Zo'n idioot. Dat je zo ook, zoals je tegen baby's praat. Kuri, kuri, heb je poepje gedaan? Toen ga ik waarschijnlijk ook praten tegen mijn hond. Ja. Even kijken hoor, we gaan eventjes een sfeerbeeldje doen dat ik werk. Work mode on. Wat is een mooi shot? Wat is de shot? Misschien hier, mooi. Mooi, oh, mooi zonnestraaltje. Zie je dat ik werk eigenlijk niet? De things we doen voor sfeerbeelden. Nu, 3, 2, 1. Yes! We pakten al, wil ik net de deur uitgaan, kom ik erachter dat dit niet alleen niet meer gepast is, maar ook onhandig. Als Louis morgen thuis komt, dit trekt toch je aandacht als puppy. Hier wil je toch in, hier wil je toch in springen, dit wil je toch omlaag halen. Ik niet meteen al dat ze, weet je, net binnen is, huisarrest, gangstraf, nee. We hebben met regisseurs de show doorgelopen. We gaan een en ander veranderen. Run. En dat ga ik vanavond aan spelen. En ik denk dat ik daarvan deze irritatie heb. Gewoon zo'n jeuk. Dit is een hond. Als hij ergens hard aan krabt, dan krijgt hij zo'n lampenkap. Had handig geweest voor mij net. Want ik heb er alweer met deze neppe nagels. Waar sowieso vette bacteriën onder. Als een hark eroverheen.
Maakt niet uit. We blijven lachen. Ik wil ook even het volgende met jullie delen. Dit is een kleedkamer. Ik ben niet verwend, maar ik vind het lekker. Als je allemaal van die hoekjes hebt, weet je, zo'n bank waar je al je zooi op kan uitstaan. Ik zie nu in één keer een half rendier. Dit is de diervriendelijke variant van zo'n kop, afgezaagd, die er zo hangt boven je schouw. Nog steeds creepy, maar wel iets liever voor Bambi's vader. Ik heb al vet lang willen weten hoe zo'n stoel zit. Dit is een beetje de moderne visserstoel. Ja, oké. Daarom is hij onhandig. Geen hoofdsteun. Wacht. Willen ze hier iets mee zeggen? Het is een kaart. Never stop exploring. Is het een spel? Zit ik in een spel opeens? Wat is dit voor kastje? Dit zit dicht. Oké. Ik ben niet nieuwsgierig van aard, maar als ik er hard aan trek. Nee. Ik ga hem opmaken. We hebben nog een kleine 30 minuten. Ik kijk nu ook met een half oog naar de laatste aflevering van You. Ik kan beter gewoon focussen op de tekst en de veranderingen. Maar het is spannend. Het heeft een plot. Ik heb het niet verwacht. Wel gebeurd. Ik zou een keertje in zo'n moordlustige serie willen spelen, jongen. Als degene die niet dan eindigt op de grond met bloed. Want dat kan ik vet goed. Vraag maar naar Wesley. S'avonds. Maar ik bedoel, als de... koelbloedig. Doe me niks. Throat. Aorta. Bam. Ik weet waar die zit. Het brengt me niet op ideeën. Ik ben volgens mij niet zo'n type die het gaat testen op mensen. Of ik het zou kunnen. Maar om te spelen. Ja, man. Ah. Wat een lekker showtje, jongens. Echt. Oh, jawel. Ik heb genoten hier. Ik heb ook veel... ik ga mijn BH uitdoen. Want je weet, zo'n voorgevormde BH. Dat is eigenlijk gewoon een zweetopnemer. Dat is eigenlijk gewoon iets waar je het zweet op zuigt. Weet je wel eens, als je iets te lang niet je BH hebt gewassen en dat je dat dan vergeet, maar wel eraan ruikt. En dat is going on. Volgens mij iedere avond als ik speel. Niet te harde. Er zit iemand ook in de zaal. Een mattie van mij. Dus ik ga me omkleden. Ik ga even naar hem toe. Eventjes takkie-takkie met hem. Dus wat moet je doen? Kleren aan. Want... Oh, wat ik wel nog moest vertellen. Oh, fuck. Ik zit vast. Dit is mijn probleem. Dit en dan denken dat je al naar het volgende kan. Dit is chaotic in my head. Wacht heel even. Ik zou de mensen nog laten weten, even iets meer in detail, wat die vet goede long-lasting lippenbende was die ik op heb gesmeerd. Ja, ik heb hem gevonden. Nu moet ik wel zeggen, vanavond is hij een klein beetje menopause punani geworden. Maar try it out for yourself. Superstay Matte Ink van Maybelline en de kleur 65. Seductress? Is dat een ander woord voor menopause punani? Ik denk het. Jij mag ook een knuffel. Kom hier. Kom. Ik ben wel een beetje plakkig in het zweet. Goed. Oh. Zo leuk. Hoeveel? Eerste keer ben je nou hier? Derde keer. Ja, superleuk. En eventjes je schoen hoor, want dit is wel een ding. Zijn ze nog? Want het was helemaal dicht. Ben je helemaal daar naartoe gegaan ervoor? Nee? Gezegd. Kom je thuis? Zie je dit? Heeft die gozer. Je bent een engel dat je die kerstboom hebt gedaan. You're the man of my dreams. Je bent ook heel druk, zie ik. Ja. Oké. Ik ben al afgerond, maar deze gozer is nog bezig. Dit is typisch zo'n gevalletje van ik hou vet veel van mijn werk. Maar net iets te veel. Kom op nou. Het is 2:20. Het is geklaar nu. Alsof we naar een visa zijn. Visa? Nee, want dan was het handje in de lucht. Kom op. Maar we zitten hier alsof het 6:00 is of 9:00. Kom op. Klaar. Nu is het echt klaar. Lieverd, we hebben een hele belangrijke dag morgen. Wat is er dan morgen? Hij kan zo doen, maar we weten allemaal dat... Je bent soft. Je bent van binnen en zo. Jij bent echt... Iedereen zegt tegen mij... Jij bent de meest soft. Jij bent juist de persoon die alleen maar nu met ze verwacht van mij juist. Ja. Dat ik het ga ownen en ga eigenen. Kom. Nee, niet ga ownen eigen. Jij gaat als een jij doetje. Gaat doetje. Je gaat om haar harige pinky, duim, pootje, helemaal verliefd, verloren. Weet je net als bij jou? Ja. Dan heb je een dochter en een wifey en dan. Dan is het eindelijk ook in balans. Dan ben ik niet alleen meer met dat mannelijke gebeuren. Dan heb ik ook gewoon mijn own
Letterlijk. Jij en ik, we begrijpen elkaar. Jij wordt loops, ik word ongesteld. Oh, trouwens, dat grapje doen we één keer en ik weet het niet door of we dat moeten willen in ons leven. Ergens vind ik het ook gewoon zielig dat ze dat niet gehaald kan worden. Nou, kijk, ik praat niet blafs. Ik heb geen idee, nog nooit een gesprek gevoerd met een hond of ze geil of niet zijn, met of zonder de loopsheid. I don't know. Ik weet alleen dat mannetjes, als ze tegen een kussen of iemands scheenbeen aanloopt te rijden, ik neem aan dat dat seksueel is. Dus, dat is ook de reden dat ik een vrouwtje wilde. Maar als zij loops is en er komt dus zo'n horny-borny beest voorbij, dan is straks, worden we al vet vroeg opa en oma. Dat wil ik ook weer niet. Dus ik denk wel, laten helpen. Ja, daarom. Dat is nog echt te vroeg, man. We worden opa en oma. Wat is het? Hoor je jezelf al praten? Mm-hmm, ja. Opa en oma, en dat moeten we, een hond. Tuurlijk, het is een hond, maar ik zie het wel als opa echt. Opa en oma. Wat een hond. Je kan lachen, maar ik wil jou morgen zien. Ik wil jou morgen zien. Het moment dat ze in je arm is, volgens mij wil jij dat ik terugreis zelfs naar huis, want je wilde heel te vasthouden. Nee. Dat was mijn idee. Mijn hond. Behalve 's avonds 11 uur dus uitgelaten moet worden. Hallo. Een bijzondere dag. Jullie wilden zien hoe een messy bun gaat. Ik denk dat heel veel meiden denken, nu gaan we iets heel magisch gepresenteerd krijgen, iets wat niemand weet. Iets wat... Het is helemaal niet zo speciaal. Het is ook niet speciaal. Je pakt je haar. Je doet het in een staart. Je trekt het aan. Je kijkt of dit soort dingen niet gaan. Dus... Wat ben je nou aan het doen? Wat doe jij? Van mijn schoenen eigenlijk. Dat doe je toch niet binnenshuis? Op de mat. Nee. Was niet zoveel. Nee, maar res. Logisch nadenken toch? Dat doe je toch aan de buitenkant? Je zou denken, een Surinamer, matten kloppen, wat doe je dat? Buiten, even bam bam bam. Mattenklopper. Ja, dat is voor je kleed. Nou, jij gaat hier in huis je schoen als een mattenklopper tegen de trap aan. Nou, oké. Kijk, dan heb je je sokken gewoon lekker helemaal tot hier. Dat is lekker. Wow, magic. Ik zag net dat Wesley tot over zijn en het is ook, maar het zijn ook eigenlijk gewoon kousen het zijn sokken voor twee en ik dacht bij mezelf. Mag ik praten? Ja, ik was er echt eigenlijk ook. Ja, maar ik heb een gesprek met jou. Het is eigenlijk twee puntjes zo hoog gesokken. Als je ook een pak draagt, vaak zijn die broeken toch, die gaan wel ik echt heb hoger. Het idee dat ik niet eens deze informatie heb gevraagd en toch krijg ik het. Vind je, oké. Hoe mooi vind je het als je iemand... Die je mond houdt? Prachtig. We gaan door. De messy bun. Nee, ik zit die druk op uit. Laat me gewoon praten. Ja. Arraken. Laat me even praten gewoon. Je weet toch als iemand een pak draagt en zijn broek komt omhoog. En je ziet dat de sok net niet lang genoeg is. Klopt. Snap wat je bedoelt. Dat is niet mooi. Maar ik kijk niet echt vaak naar dat. Eén optie die ik in de buurt zie. Ze luisteren zo vaak mee hoor. Dus. Ik zie, daarom doe ik dit dus nooit, dit soort dingen. Dit is ook de enige en de laatste keer dat ik laat zien hoe zoiets gaat, jongens. Een staart, je draait dit in een ronde, je draait het eromheen. Je zorgt dat het puntje ergens onder een stukje van een elastiekje komt. Je knalt een paar bobbypins aan de achterkant, zodat die sprieten niet losgaan. Dan trek je dit een beetje los. Op hoop van zegen blijft het de hele dag zitten. En anders doe je weer dat puntje onder het elastiekje. Trekkie. Hier een paar plukjes, spray erin en gaan. Zo. Kijk, now we're talking, baby. De opties zijn echt reuze. Kijk nou, allemaal mini-bites met... Oeh, onze hond is niet vegan. Dat zijn we akkoord? Het zijn carnivoren, nee, hè? Nee, het is carnivoren. Carnivoortjes. Nee, we gaan niet onze hond vegan op. Snap je? Nee, dat wist niet. We zijn lekker op weg. We hebben lekkere fluffy dingen al. Wesley heeft bijzonder een sterke mening. Ik had niet verwacht dat hij zo leidend zou zijn in dit. Alles, hè? Alles voor je dochter, hè, schat? Dit is te groot. Dit is nog too much. Ja, of niet? Nee, is nog klaar. Nee, dat gaan we zeker dan nu nog doen. Dus gevaarlijk? Voor de vachten zal ik wel eens weten wat ik moet doen. Zodat nodig op de pageur in. Deze snoepjes staan vaak... Links, voor de bakken links. Wil je de bakken staan? Ja, tuurlijk. Ik weet helemaal waar alles staat. Ik kan niet verwachten dat hij het zo serieus zou nemen. Allemaal. Heel aandoenlijk. Kijk, hier wordt het tricky. Hier wordt het gevaarlijk. Ik zie steentjes. Ik zie glitters. Ik zie roze. Ik zie verleiding. Nee, dit is te leuk. Oh mijn god. Loving the print. We hebben bijna alles. Bijna. Maar we moeten nog een heel stuk rijden daar naartoe. Dus wie weet. Nou, de heenweg is niet handig, want dan heeft hij door waarom gaan jullie een dierenwinkel in. Al moet ik zeggen, zei dat wel, hè? Ja, maar al moet ik zeggen, dat ging ik laatst ook om te infiltreren. Toen zei ik, oh, tante Jennifer wilde dat ik hier even ging kijken voor haar hond. En toen dacht hij echt, oké. Okay. Trouwens, we gaan het gewoon op de heenweg doen. Je kan hem ook foppen. Je kan gewoon zeggen, is voor iemand anders. Fop for life. De spanning loopt op. Ik vind het echt. Net alsof ik jarig ben, maar ik ben 10. Zo voel ik me vandaag, de hele tijd. Heb jij dat ook?
Je bent 10 of 10? 10. Je weet toch als je 10 bent en dan is je verjaardag de meest belangrijke dag in je leven en je bent helemaal hyped? Ja, ja. Zo voel ik me. Ik voel me gewoon als onderdeel van iemand die we gaan verrassen. Surprise. Een surprise-comité die iemand gaan verrassen. Zo voelt het. Ja, het, ja ook dat. Het heeft heel veel verschillende aspecten en euforie. Kriebels in mijn buik, dat heb ik. Hij weet niet wat hem te wachten staat. Hij weet niet wat hem te wachten staat. Ja, we hebben Frank en Dennis van school afgehaald en we hadden even een gesprek over hem. Als je ooit een hond... Want dan gaat hij lekker alles bewaken. Ga je dan voor zo'n variant? Stoer zijn. Ja, of ga je dan voor die fluffy puppy knuffel variant? Daar hadden we het even net over. Bewakend en een puppyhondje. Dat is toch oké? Dit klinkt oké, maar je bedoelt dan... Dat ik wel de hond uit ga laten. Ja, dat is zeker een taakje wat je er... Dat hoort, iedereen moet dat doen in het gezin. Ja? Maar dan moeten we nog wel de broekjes nog kopen. Zeker, ja. Ze stinken wel, hè? Wie stinkt? Hondenbroekjes. Klopt, zo niet voor, je moet het ook niet vermalen in je nek. En hondenbroekjes, poeters. Oké. Nou, geniet van de rit. We gaan even een lekker stukje rijden naar Hengelo. Zeg maar, Hengelo. 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 Kom eraan, Hengelo. Ja, je gordel mag los, je bent er. Je hebt geen idee hè, wat we gaan doen hier. Dan gaan we, Frank. Gaan we eventjes gezellig naar binnen. Goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond, even een handje geven. Frankie, hoe zou je je hondje willen noemen? Je wilt toch iets... Louis of Lulu? Nee, man. Ja, ik vind dit ook een leuke naam. Maar vind je dat ook een goede naam? Oké. Nou, zullen we dan even gaan kijken naar Lulu? Lulu heet het hondje. Goed, gaan we kijken naar Lulu. Zeg maar. Lulu zit al klaar, die zit al helemaal te wachten. Kijk, komt je aan. Mama is er ook bij. Kijk, een kleine puppy bij Frank. Hallo. Kijk. Lekker schrikje. Voeg maar. Kijk maar de puppy. Ga maar zitten, ga zitten. Moet je wel aaien, want dan gaat zij zich op haar gemak voelen als je lekker aait. Een beetje onder de poot of zo. Ja. Ja. Dat is schoon. Moet je aaien. Ja. Kriebel. Ja. Met de pootjes. Dat is wel een mooi hondje, Frankie. Wel leuk hondje. Schattig, hè? Schattig, hè? Zou je dat hondje dan in ons huis willen hebben? Ja, maar ik moet wel een ballen zoeken. Ga maar straks in mijn achterbak kijken wat ik allemaal heb. We hebben een mandje gekocht, een balletje gekocht. Ja, dus dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké. Je hebt een hondje. Oké, leuk. Frenkie die beseft nu pas dat de hond meegaat. Ze gaat mee? Maar ze is wel helemaal kapot, ze is back af en ze heeft ook een luiertje. En voor de banding ga ik er dicht bij me dragen, in de sjaal, lekker. Ja, Lulu? Mag ik dat zien, Lulu? Ja, straks. We gaan even een heel stukje rijden. Is die op je schoot? Ja, je zusje is hier. Nou, we zijn bijna thuis. We rijden zo de straat in. Frankie Dean is gecrashed, die ligt hier achter KO te gaan. We hebben hier eentje, die is ook aardig in de chill-modus. Bench in elkaar zetten. En onze twee kinderen op bed leggen, denk ik, hè? Dat? Is Frenkie in bed leggen? Precies. En dan naar deze meid. Misschien nog dan even... met haar best eventjes hier buiten voor de deur. Even voelen dat je... laten plassen. Ja. En dan binnen laten snuffelen. En dan gaan we dat ding precies opzetten. Ja. Je laat allemaal kabels met rust, hè, lieverd? Dank je. Ze is vol aan het ontdekken. Dit huis, dit is nieuw. Maar ik lof het wel al heel erg. Wat heb je met benen? Waarom wil je altijd tussen... Oké. Alright. Gezellig, babytje. Dit is Louis. Louis is nieuw. Louis is de missing key in ons gezin. One of the missing keys. One of the missing keys. Ik voel me ook meer in balans. Ik heb een female. I have a female companion. Ja, het voor de geweldige tijden. Louis baby. Hoe is het?
Hier word je toch helemaal week van, eerlijk. Slaap lekker. Ga je lekker slapen. Zo. Ze zeiden net, doe ook een shirt van jou voor de nacht in het... Oké, het begin. De drama. Even kijken, wat zal me ruiken? Oh, nou, dus niet deze. Ik dacht dat ze zeiden van... ze zeiden speeltjes. Maar niet iets wat ruikt naar de moeder. Dus ik, dat is, nou ja... Cold turkey gaat ze. Kijk, Boefie. Dit ruikt lekker naar mij. Maar we mogen er niet meer aanraken eigenlijk nu. Nee, geen affecties. We moeten gewoon lekker daar... Daar, en nu is gewoon. Oké, harteloos zijn we. Maar het zou moeten. Ja. Ik ben harteloos. Nee, niet harteloos. Opvoeden. I know. Verkeerde woord. Maar we gaan wel... Ik mag wel gewoon hier in deze ruimte zijn, toch? Gewoon even nog op de... Ja, maar gewoon niet, geen contact. Oké. Affectie, nul. Gewoon negeren. We horen dit niet. Het doet ons niks. Geen oogcontact. Je checkt via de spiegel. Oh, slim. Slim. Ze zijn zeker te kijken of wij kijken, hè? Of niet? Oh, is het gaan liggen? Ze is erbij gaan liggen. Ze is er ook bij gaan liggen? Ja, ze maakt wel gelijk. Ja, klopt. Oké. Ja, frustreerd. Is het een frustratiemodus? Oh, hoge noot. Ik moet zeggen, dit is nogal schattig. Wordt het harder? Dat kan, hè? Nou, ik heb je nog nooit zo snel iets aan zien doen, gozer. Volgens mij mis je nog wat onderdelen in je pyjama. Ja. En Eetje wil heel graag naar beneden toe. En ze heeft ons gehoord, dus piepgehalte is omhoog gegaan. Ik vind het leuk. Yeah. Ik vind je hoedje zo schattig. Rustig. Wacht dan terug met deze schoenen aan, jas, want dat is we eruit halen, gewoon meteen naar buiten. Goedemorgen. Heb je een beetje gepoept in je eigen dingetje? Ja, hè? Was je helemaal van slag? Ja, heb je gepoept, hè? Ja. Schatje, is het gepoept? Is het drommetje? Of is het... Ja, het zijn twee drommetjes. Twee drommetjes, hè? Dan moeten we maar eventjes je kussen eruit halen. Ze mag niet in de war raken van, ik moet poepen in mijn eigen... slaapgedeelte, want het is een verwarrende nacht voor haar geweest. We gaan het fixen voor je, lieve. We gaan het allemaal oplossen. Dag schat. Goedemorgen. Rustig maar. Veel padden bij. Ik heb een beetje vallen. Ga maar lekker lopen. Jij mag gaan belonen. Als ze wat doet buiten, een brokje. Is dat nu avond? Nee, het is gewoon heel vroeg. Oké, meteen rollen in de vroege ochtend. Loving it. Kijk, ik heb het nu zo voor haar gefixt. Want we hebben het doorgekregen. Mocht ze nou plassen van de stress, hè, de verhuizing, hoe helemaal in de war, in haar eigen bed, hè, de slaapgedeelte, dan moet je twee puppypads neerleggen. Want dan moet ze wel ergens op. Anders blijf ik waarschijnlijk mijn hele leven op een giant toilet wonen. Dat is denk ik niet je uitgangspunt. Ik weet hoe lang ze buiten zijn. Een paar goede minuten. Ik vind het al heel lang duren. Ik had mee moeten gaan eigenlijk, maar ja, ik had de taak zo verdeeld. Ik fix het hok, whoever the status is. Kom op, zeg, hoe ver kan je gaan? Kom op, jongens. Waar is mijn baby? Dit is echt veel te lang, veel te donker. Kom op, zeg. Ze verlangt naar haar moeder, dat kan niet anders. Mogen we een handdoek voor Louis? Oh ja, ik ga het pakken, natuurlijk. Oh, baby. Ik zie jou niet wat gebeurt als je hond hebt. Je hebt alleen nog gesprek met mensen al met andere honden ook, hè? Ja, is dat het? Zie je wat voor ons leuk is? Dat konden wij ook wel voorspellen dat het leuk zou zijn. Maar het moet wel passen in je leven. Je moet niet zomaar over, leuk, puppies. Want ik bedoel, alles wat klein is eigenlijk schattig. Behalve baby-insecten. Daar zie je niet aan dat ze baby's zijn. Maar alle andere baby's, enig. Geloof me, zelfs baby-hyena's zijn schattig. Wanneer ze groter worden, doodeng. Maar daarvoor, cute. Hoi schatje, goedemorgen. Zie ze gaan. Kom maar. Yes. Kom maar binnen weer. Kom maar. Ah, puppy. Oké, je leert er meteen. Je leert de dance moves. Je leert de dance moves. Kom maar, denk je. Ik zie dat je een flinkje. Ze is zo klein, hè?
Heerlijk. Niet te groot. Waarom douchen nooit eigenlijk honden? Douchen wel. Vind je dit een stik? Ja. Ja? Je stinkt niet. Ruik! Dit is puppy. Ik snap wat je bedoelt. Het is niet stinken. Geloof me, onze mond deze ochtend, dat ruikt heftiger. Ja, nou. Deze. Even wacht. Het is heel fanatiek. Nou, wie heeft de trek in eten? Zullen we broodjes maken? Want laat de dag beginnen maar, hè. Ga je met je hond spelen? Ja, ga jij maar even lekker socializen. Dan gaan wij voedertijd. Eet smakelijk, Frankie. Eet smakelijk, Louis. Het voelt als heel vroeg aan voor mij. Het voelt niet heel vroeg. Het is heel vroeg. Ja, hè? Dit is helemaal wat jij wil. Iemand die ook net zo vroeg als jij wakker is. Nou ja. En dat is de hond. Als ze nu gaat piepen, Frankie, niet te veel aandacht geven, niet te veel kijken, gewoon een beetje laten. Ze moet een beetje wennen dat ze af en toe terug in de bench moet. Ze moet even trainen, even oefenen. Dus je hoeft niet te veel te kijken. Je moet niet denken, oh zielig, dan valt we mee. Nou, tweede keer. We gaan maar eventjes een beetje ruiken en doen. Dit is het leven nu, jongens. Oh. Je moet niet zo dicht bij mijn enkels, want straks sta ik op je en dan ben je in één keer een slof. Ga maar de wereld ontdekken hoor, lieverd. Laat vooral je blaas de vrije loop. Dit de hele tijd? Ga maar kijken, schat. Ga maar lekker weg bij mijn voeten. Ga maar een beetje ruiken in het gras. Ga maar. Mag wel. Oh, hier meteen het slootwater. Ga maar een beetje kijken. Ga maar, schat. Doe maar. Ja, dat is een paal. Doe een plasje bij de paal. Als je dat doet, jongen. Nee, terug tussen mijn benen. Ho. Je moet plassen. Niet alleen maar natte voeten krijgen door in de plassen te gaan. Serieus, ik heb waterratten groter gezien dan deze hond. Kijk even de bloedstollende Disney thriller Belle and Beast. Ondertussen zit er hier ook een klein beestje ons aan te staren. Ja. De derde uitlaat rondje staat er bijna voor de deur. De rest is even gaan slapen aangezien. Hè? Heftig een baby in huis. Dit zou de bench training moeten zijn, jongens. Compleet negeren. Ik vind het ook hard, maar consequent, weet je? Oh, zo gaat het met kinderen. En ik heb ook gezien hoeveel profijt ik daarvan heb. Als je wat strenger bent, of in ieder geval consequent en duidelijke regels aangeeft. Dat gaan we ook doen bij Louis. Alleen, zij maakt wel ander geluid dan Frankie. Harder, meer, langer ook. Jongens, Louis. Nee, die liggen er waarschijnlijk al. Of wat? Je kan me niet vertellen dat ze net plast en ook poept. Nu poep of zo. Nee. Ja, jongens. Ze heeft net een plasje gedaan. Ik moet niet te vroeg juichen. Dit is een lang traject. Maar ik ben blij. Doet ze nou weer iets? Of ze staat gewoon stil? Ze staat gewoon stil. Ik ben al blij met gewoon iets wat op een plashouding lijkt nu. Oh, gosje. Kijk nou. Dit is zo aandoenlijk, jongens. Hoe die heet? Louis, ik wil net zeggen, dat is je naam, ja? Kijk er nou. We hebben de bench dus verplaatst naar die hoek. En dit is het eerste moment dat ze echt even rustig is. Leslie en Frank maken zich klaar, want die gaan straks met haar even naar de dierenwinkel even een tuigje kopen. Dat moet even op maat. Net zoals met spijkerbroeken. Dus online halen is moeilijk. Je moet het passen. Ze maakt nu ook geluid en ze is terug met haar hartverscheurende, op je gevoel inspelende tunes. Ik moet straks echt pijnlijker, kan je niet krijgen. Ik ga iets heel leuks doen. Ik ga spelen.
in Lochem, ver weg. Maar ik vind het echt heftig om nu al de baby alleen te laten. Ik weet het, ze is een goede hand. Oma en Bia komen zo ook. Duh. Iedereen wil ook kijken en knuffelen en doen. I get that. That's why I want to stay home also. Ik blijf gewoon in dezelfde ruimte. Ik mag haar dus nu niet knuffelen, want ze heeft dus de bench training van, hè? Laat haar voelen, dit is haar plek, negeer haar. Dit is ook voor mij heel pittig, ja. Cruel is het goede woord. Brianna is ondertussen op kraamvisite en op Lego. Kraamvisite, ja. En deze meid is helemaal uitgeteld. Ja, is vermoeiend, hè? Ze tegenstribbelen op je nieuw adres. Gewoon op je rug. En gewoon oogjes toe. Kijk dan nou. Je wilt bijna naast kruipen. Vind je het ook wel zo grappig als Frankie die... Kom, wil je me helpen? Eindstand, doe je het zelf. Maar je stopt niet omdat je het af wilt. Precies. Oh, krijg je die... Je krijgt gewoon een stomp. Nou heb ik het we. Zullen we praten in de we-vorm, aangezien wij 80% hebben gegaan? Geen probleem hoor, maar... Jongens, ik heb lekker gespeeld vanavond. Het was een fijne zaal. Ja, de mensen in Lochem zijn wat teruggehouden, maar het was oprecht. En er zat een man voorin. Er zaten vier mensen. Twee stelletjes. Ik kan jullie vertellen, zeker boven de 50. En nou weet ik niet of zij een kaart hebben gekocht puur aan de hand van het programmaboekje van Kennen We Niet. Leuk, gaan we testen. Of dat er een kleindochter was van alsjeblieft, ga mee. You're gonna... Ik wou niet zeggen die, want dat wil je niet met opa's en oma's, te snel. Maar je gaat het echt top vinden. Die kerel dus, die... Ik hoorde hem zo vaak lachen. Het was zo... Ik heb natuurlijk vaak jonge meiden of dames. En nu had ik een oudere man. En ik dacht toen bij mezelf... Ik weet niet... Je hebt het niet nodig. Want de bevestiging was altijd nog je eigen schouderklopje van je hebt het goed gedaan. Maar als er dan iemand in de zaal zit die niet je doelgroep is... En die gaat wel stuk, dan denk je echt... Hé, lekker. Ik wil eigenlijk nu de foyer inrennen met hem op de foto. Zo voelt het eigenlijk. Zal ik het doen? Het is wel laat, hè? Gaat hij al naar huis? Er is een kans dat hij thuis ook een schoothondje heeft die hij uit moet laten. Misschien moet ik gewoon nu die kant op gaan. Nou, de liefde in Lochem was ook met de foto's echt voelbaar. Echt. Spreading the love. Spreading the happiness. Echt. Bedankt. Ik maak me niet zorgen, maar ik heb een andere chauffeur. En ik zag net een foto. Ik kreeg een foto door. En je weet toch als je soms op een foto kijkt dat je denkt... En nou ben ik voorbarig als ik zeg dat hij een slecht mens is. Nee, maar je kent dat toch? Soms dat je naar een foto kijkt en dat je denkt... Nah, I'm vibing something. The energy on the photo is not... Ja, of het is een slechte belichting, maar... Dus ik... Ik stap gewoon met een wildvreemde in de auto. En ik weet het is via een bedrijf, maar toch... Denk ik nu, vandaag... Al die andere keren had ik dat niet, maar nu denk ik... Wat voor gozer is het dan? Is hij daar? Oh nee. Oké, we gaan er naartoe. Oké. En wat doe je in je vrije tijd? Dat is een beetje gek. Ik zat bij een studentenvereniging ook in Leiden. Misschien ken je wel Minerva. Minerva? Nee, als ik aan Minerva denk, moet ik denken aan een spiraalmerk. Dat is het koor, zeg maar, van Leiden. Ja? En wat doen jullie? We hebben clubgenoten. Die zie ik gewoon nog elke week rustig, twee, drie keer per week. Dan gaan we altijd lekker een beetje zuid in Leiden. Maar je zei net misschien een beetje gek, maar wat is er dan gek aan? Ja, je... daar kom ik eigenlijk nog toe. Ik zat ook bij zo'n clubvereniging daarbij. Dat was een soort van samenwerking met Defensie. Dan ga je met Defensie ga je heel vaak allemaal van die oefening training doen en zo. Ja. Dat oefenvijand, een soort van de terroristen moet je dan spelen. Dan gaan echt die korpscommandotroepen, die gaan dan soort van tegen jou in een soort van simulatie met dat paintballgeweren zijn als het ware. Ja. En dan ga je tegen elkaar strijden als het ware. Een soort van oorlogje spelen 2.0. Ja, precies. En dan ga je daar van, ja, doe maar wat je wil. Je hebt zo'n geweer, je hebt een aantal schoten en als je ze kan raken... Oh, jij mag ook echt terugschieten? Ja, ik krijg hetzelfde geweer ook mee. Oké, nee, dat doe ik niet. Nee, dat... ik heb wel een keer gepaintbald, maar dat was met een geweertje voor de tot en met de 12-jarige. Nee. Dus die spat niet eens uiteen op je dijbeen, want het is te zacht. Oh, op die manier. Ja. Het is, is puur voor de schrik. Oké. Goedemorgen, Lulu. We gaan meteen lopen, schat. Meteen naar buiten. Hey. Kom dan. Kom dan, Lulu. Het is kwart over acht. Het is zondag. Ik was gisteren laat thuis. Ze hebben al plas gedaan. Kom, doe ook nog even een droog. Echt jongen. Make my day. Het is wel zoals voorspeld. Ik vind het wel lekker. Dat ik meteen al een paar keer op de dag zuurstof krijg.
Ik weet niet hoe ik dat vind onder minder leuke omstandigheden. Denk aan storm, hagel. Maar voor nu vind ik het wel lekker dat de hond ons verplicht naar buiten te gaan. Oh, wat heb je een mooi tuigje, Loeloe. Wat ben je lekker fashion? Vannacht ging Res eruit voor gevecht. MMA, kijken. En toen is hij ook meteen naar buiten gaan. En ze heeft vannacht gepoept. Buiten. Nee. She's amazing. Nee, doe je zo. Nee. 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 Zo doe je dat. Dus je roept niet 100 keer nee. Je loopt erheen. Je haalt het uit de mond. Nee. En je zegt duidelijk nee. Nee. Nee, je loopt erheen, Frankie. Nee. 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 Dat is duidelijk. Nou, ik snap het. Je bent nog een kind hier. Geef haar aan de moeder. Aan de moeder Gans. Hè. Strak regime gaan we in. Zo, iemand is klaar voor voetbal. Doei. Dag. We hebben een beller. Oh. Tante Annemarie wil facetimen. Ze heet Loeloe. Ja, Loeloe. Kijk hem kijken. Leuk hè, zo'n kleine Loeloe. Ja, wat een schatje is dit, hè? Ja. Oh, ze is heel schattig. Ja, ze is echt adorable. Ja, ze is echt adorable. Ze is ook rustig. Ja, dat is ze wel. Maar s'nachts en 's avonds als ze erin moet natuurlijk is ze een beetje... Oh ja. Overstuur. Jongens, als mensen in de sauna rustig worden van een panfluit, dan denk ik ook in een woning. Mijn huid daarentegen is... Ik zal het niet allergisch zijn voor honden of zo. Hè? Nee. Ik heb dit. Trouwens, ik heb een hypoallergene hond gekozen. Daar is ze weer. We zijn lekker op stap. En we gaan dingen doen voor de wedding. Met het bruidscomité, styling dingen. Alles wordt vastgelegd voor... Ressie en Nienke weten het zeker. Daar is hij, Matthijs. Dus dan is het echt eventjes, weet je... Nieuwe content wat je daar ziet. Nieuwe dingen. Puur wedding. Tenminste niet alles, maar veel wedding dingen. En gaan we daarna even lopen hier, gezellig lekker, met het gezin. Zo lekker, zo lekker, zo lekker, ah. Kijk ons, CO2 in de neusholtes. Oh, wat was ze zoet vandaag mee. Die afspraken die we hadden staan, ze was zo lief. En ze at tussendoor en ze dronk en ze ging plassen als we eventjes buiten liepen. Echt heel erg zoet. En ze zit nu daar, snoepjes op de peuzelen die ik ervoor de... verstopt heb in de bench, want ze zeggen positieve associatie met de bench, dus wow. Als Res dat nou doet met koken voor mij, dat die cadeautjes in de pannen verstopt, nou ja, iets om later te bespreken. In ieder geval, we gaan er zo een bad doen, hè Frank? Ik vind het leuk. Jij vindt het leuk? Ik vind het ook leuk. Je vader was de auto, wij was de Loeloe. Pak jij de shampoo en zo? Oké, woe! Kom eens met je lijf. Goed zo, ja. Even kijken, wat moet ik doen? Wat? Ze steekt nog steeds aan haar hoofdje. Ik vind, je bent erg punctueel. Laat me eens even ruiken. Hier uit de lek, maar die stinkt. Met een gezicht? Maar misschien hondenbrokken. Heb je sowieso de geur van hondenbrokken pas geroken? Niet geweldig. Oké, ik gebruik hem. Die is echt lekker. De hondenbrokken vind je lekker ruiken? Dat is denk ik wat we ruiken. Ik ga het wel graag eten. Heel veel informatie. Ik gebeur het ook met je vader als hij een behandeling krijgt van je tante Alvira. Hebben ze nageltjes geknipt, alles. En kijk dit. Helemaal zen. Oké, maar dit is wel echt gewoon diva gedrag. En nu, wat moet ik nu doen? Moet ik hier de hele nacht blijven zitten of zo? Ja. Nee. Ik moet zeggen, vloerverwarming. Kinda nice, but kinda hard on my butt. Die is helemaal moe gestreden. Kapotski. Ze kan niet meer. Ze ligt nu wel al hele tijd lekker te slapen. Hoeveel slaap, puppies? Is dit niet het geval dat je straks even vannacht ready to
Nee, hè? Ja, horen vooral. We gaan wachten tot zij zegt, let's go outside. Ik maak het mailtje voor de laatste keer. Jij gaat het mailtje maken voor de laatste keer. Ik vind het zo vervelend nu je het hebt. Oh, nu pas. Je bent dus zo vervelend als toen Peggy die net geboren was. Wat is er dan? Wat je in de boekjes leest, exact zo moet het gaan. Nou, dat zei de kraamhulp. En ik moet zeggen, hij groeide lekker. Hij werd lekker chubby. En ik word er heel blij van dat hij zo was. Precies. Maar jij bent dus echt zo. En ook in de hoek ben ik tegen. Ja, je bent zo. Je hebt me dan nooit anders gekend zo. Dus waarom moet je zo in de weg staan? Laat me gewoon die moeder zijn. Er is heel veel ruis bij jou in je hoofd. Ja, stil eens, man. Ik heb liever ruis dan wat jij hebt. Niks. Echo, echo. Dit is, ik weet waar dit naartoe gaat. Als je een kind ook te lang laat slapen, dan is die luier zo barstig vol met urine. Maar deze draagt geen luier. Dit gaat rechtstreeks in met de bijt of in het kussen. En ik kan jou al vertellen wie het op gaat ruimen. Jij niet.